allemaal, ik ben Anneloes Brandt, ik ben 23 jaar en ik kom uit Rijssen. Ik ben Nienke Krijkers, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Rijssen. Hoi, ik ben Jolinde Berends, ik ben 24 jaar en ik kom uit Nijverdal. Ik ben Danielle Kreezang, ik ben 21 jaar en ik kom uit Rijssen. Ik ben Annemie Klubbes, ik ben 25 jaar en ik kom uit Rijssen. En met Maartje Slot staan zij 14 december in de liveshow van Holland's Got Talent en samen vormen ze de groep... Rumor Has It! Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? We hebben elkaar ongeveer 4 à 5 jaar geleden ontmoet bij een musicalgroep uit Nijverdal. En daar ontdekten we dat we het goed met elkaar konden vinden en dat we allemaal best goed bij elkaar klonken. Toen had ik een aantal jaren geleden een optreden op het park, bij het parkgebouw van Rijssen. En daar heb ik mijn vriendinnen bij gevraagd of ze mee wilden zingen. En dat klonk zo goed en dat was zo enthousiast wat erop gereageerd. Dat we besloten om hiermee verder te gaan. En ongeveer 2 jaar geleden hebben we echt besloten, nu gaan we met deze groep verder zoals we... nu mee bezig zijn. I got my ticket for the long way round. No one of prettiest of you. It's got my to say my flavors. I got shark and fish hands. But I'm sure prettier with you. Hoe hebben jullie de audities ervaren bij Holland's Got Talent? Ja, als heel erg spannend. Voordat we opgingen waren we in de coulissen. En toen werd er een vrouw die deed auditie en die werd uitgejoeld. En weggedrukt en ze hadden we echt zoiets van, we kunnen ook nog uitgejoeld worden, wat erg. Kijk, dat wegdrukken is al spannend, maar dat je uitgejoeld kon worden, dat was wel echt, Maar toen we er stonden, toen ging het eigenlijk heel erg goed. En dan achteraf dan denk je, ik had zoveel meer moeten gaan genieten. En dat is dan wel jammer, maar als je jezelf dan terugziet, is echt heel, heel gaaf. Wat vonden jullie van het commentaar van de jury? Terecht. Ja. We hebben eigenlijk alleen maar goed commentaar gekregen op ons zang. Dus daar gingen we ervoor heen. Dus eigenlijk, dat is ons talent. En als je daar goede commentaren op krijgt, dan is dat prima. Ja, en dat we qua uiterlijk er iets sexier en iets beter gekleed konden gaan. Dat was ook wel eigenlijk wel zichtbaar. Toen we terugkeken, vonden we zelf ook dat we wel redelijk tuttig eruit zagen. Maar op dat moment denk ik dat wij meer bezig waren met de auditie en dat we als een geheel eruit zagen met zwart-wit kleuren, dan dat we daadwerkelijk bezig waren met, we gaan onszelf eens even hier neerzetten als een grote meidengroep met sexy kleding en dat soort dingen. Nee, hebben we het niet aangepakt. Dus we zijn het wel heel erg mee eens, ja. Dat wel. En dat gaan we ook zeker aanpakken. Dus. Ja, en dat kon je al zien bij de tweede ronde eigenlijk. Ja, dat hebben we toen al flink aangepakt. En toen kregen we ook weer een leuk commentaar erop. Dus dat was wel fijn. En hoe gaat de liveshows, hoe gaan dat eruit zien? Ja, daar mogen we eigenlijk helemaal niks over zeggen. Het enige wat we mogen zeggen is dat we een medley doen van 3 nummers. 1 nieuw nummer, 1 oud nummer. En dat is eigenlijk het enige wat we mogen zeggen. Nu jullie op televisie zijn geweest, worden jullie ook op straat herkend? Ja. Ik werk zelf op een school en die hele school heeft het gezien. En ik word echt achtervolgd door leerlingen, serieus. Nu is het een beetje tot bedaren gekomen. Ik denk dat het volgende week wel weer wat extremer wordt, want dan wordt het ook opgehangen met posters en zo. Maar we hebben meerdere verhalen van mensen die in Rijssen naar je omkijken en dan zeggen... dingetjes zeggen tegen je dat ze je goed vinden en dat het inderdaad wel weer wat sexier mag. Maar dat hadden we wel verwacht. En inderdaad, mensen die erop aanspreken, is heel leuk. Ook een handtekening uitgedeeld? Ja! Jolinde? 33 stuks! Jolinde, die werkt als invalkracht op een basisschool. En toen had ze geloof ik groep 8. Ja. En 33 kinderen wilden haar handtekening. Dus Jolinde was een popster op school. Op zaterdag 14 december om 8 uur zijn wij te zien op RTL 4 in Holland's Got Talent. En willen jullie vragen om allemaal op ons te stemmen!